Is ook niet. Dus nee. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat vol te houden is. Nou, dat wordt echt, ik denk dat het best wel lastig wordt. Want er gaan gewoon momenten komen dat je, stel, er is iemand ziek. Of je bent echt even kwaad op elkaar of zo. En dan moet je dus toch de spelregels hanteren. En, ja. En toch weer je best doen op creatieve manieren. Maar het schijnt dus dat je daardoor ook veel meer na gaat denken over, ja, wat vind ik eigenlijk lekker? En wanneer vind ik iets moeilijk om te doen? En dat jij het dan graag wil, ga ik het dan wel doen? Weet je wel, dus je bent heel erg aan het praten over wat betekent seks. En op welke manier kun je echt gewoon weer tot elkaar komen. We hopen dus ook dat vooral stellen zich aanmelden die misschien een beetje in een woestijn zitten, om het zo maar te zeggen. Ja. Of juist mensen die denken, nou ja, het gaat wel goed met ons, maar we vinden het eigenlijk wel leuk om dit te proberen. Hm. Dus we melden ons aan en we gaan meedoen. En hoe gaan we dit terugzien op televisie? In welke vorm? Want je kan je aanmelden, maar krijg je dan een klein cameraatje mee en moet je dan je dagboekverhalen vertellen? Moet je het zelf filmen? Hoe moeten we dat zien? Ja, je gaat inderdaad, gaan we mensen dagboekcamera's geven, zodat ze elke dag een soort videolog bijhouden waarin ze vertellen wat ze moeilijk vonden, wat ze fijn vonden, wat goed ging. Dat is echt een videolog, dus niet van de seks zelf of zo. Zo'n programma wordt het niet. Ja. Maar het wordt wel al bijgehouden en we hebben verschillende radioprogramma's op 3FM en bij Radio 2 die ook erover gaan berichten. En via de website. En dan gaan we eind augustus gaan we in een paar live uitzendingen met de mensen praten die hebben meegedaan om te kijken wat er allemaal gebeurd is. En daar gaan we gewoon een programma van maken. Dus we gaan ze ook gewoon echt volgen tijdens dat experiment. Best wel bizar. Maar het is ook voor kijkers gewoon, hè. Dus niet alleen de mensen die op tv komen, maar juist alle andere mensen kunnen ook mee gaan doen. Als je denkt van, nou, dit wil ik eigenlijk wel eens proberen, want mij lijkt het heel moeilijk of ik heb het nodig. Dan kun je gewoon meedoen. Best wel bizar eigenlijk, hè? Dat je gewoon elke avond met een soort van camera voor je hoofd gaat zitten en een dagboekje opneemt. Nou ja, wij zijn Greet en Annie. We hebben vandaag voor de vierde dag op rij hebben we seks gehad in successie. En dat vertel je dan. Ja. Ja. Ja, maar dat is dus ook het grappige. Dat, kijk, ik denk, seks is soms ook wel gebaat bij een zeker taboe, hoor. Het mag ook best wel een beetje spannend blijven. Maar vind ik het soms zo ongemakkelijk om erover te praten. En binnen een relatie kan dat echt een probleem zijn. En daar ontstaan heel veel communicatieproblemen. En we hopen ook dat je, als je op die manier zo met elkaar bezig bent, dus dat je van die verhalen van, ja, ik heb het zo druk, ik heb geen tijd, en voordat je het weet zijn er 3 weken voorbij zonder dat je seks hebt gehad met elkaar. Nu moet je, en ik denk eerlijk gezegd, ik hoop dat het ook echt zo gaat zijn dat mensen daardoor ook over andere dingen weer meer met elkaar gaan praten. En dat je echt dichter bij elkaar komt weer. We zijn heel erg benieuwd. Mensen kunnen zich aanmelden. Alledagenseks.kro.nl. Dan start de boel 25 juli op televisie. En dan 21, 22 en 23 augustus de grote finale. Ja, spannend, hè? Ja, nou ja, goed. Wij gaan ook mensen gewoon volgen die Ik dacht heel even dat je ging zeggen, wij gaan ook gewoon meedoen. Dat dacht ik even. Ja. Wat zei je, Arie? Je valt een beetje weg. Nou ja, ik zou het op zich niet eens zo'n gek idee vinden. Huh? 30 dagen. Probeer het, man. Ja, probeer het. En dan ik ga er berichten in je uitzending. Ik ga erover nadenken, maar de grote vraag is het, zeg maar, gaat het beginnen voordat het WK is afgelopen of daarna? Nou, je bedoelt voordat Nederland, stel dat we winnen, 25 juli is de kick-off. Wanneer is de finale nou weer? Ja, volgens mij 11 of 12 of 13 juli. Dus dat halen we makkelijk. Dan heb je zelfs al alle feestjes en alles al gehad. Dan hoeft het ook niet in de weg te zitten. Nee, dat is ook wel weer zo. Arie, dankjewel, man. Yo, fijne uitzending. Bedankt ook. Yo, succes. Dankjewel. En meld je aan. Alledagenseks.kro.nl. Ja, ik zou de P-shifters gaan draaien, maar die van de Kings of Leon is dan toch ietsje toepasselijker.